Andy Peelman, jij bent eindelijk de tv-ster van het jaar geworden. Ja, maar het is zo cliché, maar je ziet dat niet komen. En elke keer ga ik naar een show waar ik altijd genomineerd ben. Dat is bij de Story Awards zo, en dat is bij het Gala van de Gouden Kaas. Elk jaar opnieuw. En nooit win ik dat. Dus dat was een gewoonte. Dus ik zou ook niet meer teleurgesteld zijn. En ik verwachtte het ook helemaal niet. En patat, dan zit hij een keer niet in een sportpaleis. Eén editie wordt dat gedaan in een tuinhuis in Lint. En dan win ik die award hier, zeg. Echt waar. Ja. Zeg, en dan stond je tussen grote namen, want ja, Laura Tesoro kloppen, Tom Waas kloppen, dat is niet evident. Nee, jawel. En Tom Waas, ik heb daar een ongelooflijk veel respect voor. Tom Waas, Koen Wouters en Gert Verhulst, dat zijn zo de drie dinosauriërs in het medialandschap. Ja, maar ja, er gaan maar weinigen zo lang mee, dat gebeurt niet meer. Dus als ik daarnaast mag staan... Ja, ik vind dat ongelooflijk fantastisch. En ik voel me nu zeker niet beter, in tegendeel. Maar ik vind het wel knap. En dat geeft me toch een beetje bevestiging dat ik daarnaast mag staan. En dat motiveert me alleen maar om verder te doen. En ook naar alle haters toe. Kijk, hier staan we dan toch mooi waar weer. Hè. Welke haters? Ja, iedereen is van Andy Peelman. Hè. Maar dat kunnen ook de mensen niet kwalijk pakken. Maar dat is gewoon leuk. En dat is voor mij gewoon even een bevestiging. Maar kijk, Andy, wat dat gaan doen, valt in de smaak bij de meeste mensen. Ik zal het zo zeggen. Ja. De lat ligt nu wel hoog voor volgend jaar. Ja, maar dan sta ik in het Sportpaleis en dan verdikken wil ik hem ook winnen, hè, maat. Ik wil zo 14.000 gillende kinderen die uit hun dak gaan als ze... Maar dat is gewoon zo. En dat is niet om mijn ego, maar dat is fijn. Als er zo... Ja, uw naam afgeroepen wordt en dat dak gaat van dat Sportpaleis. Oh, Peter, dat is de max, hè. Dus, maar dat was wel leuk. Dat is leuk. Ze hebben het goed creatief opgelost hier vandaag. Ja, het was een mooie show, echt waar. Ja, dat is goed gedaan. Want ja, je moet innoveren, je moet dat vervangen. En hoe doe je dat dan? Dus ze hebben dat goed gedaan. Wat ga je nu met de award doen? Krijgt Barry die of ga je het aan je dochter geven? Zot Barry die? Nee, ik mag eindelijk een stoefkamer beginnen. Ik moest van mijn madame eerst een award winnen en dan mocht ik een stoefkamer beginnen. Dus ja, nu 7 jaar na datum heb ik eindelijk een gewonnen. Nu als dat weer 7 jaar gaat duren, dan gaat dat maar een kaalkamertje blijven, vrees ik. Maar. Dus ik ga beginnen met een klein, heel, ik denk de dressing, dat ik hem daar ga zetten. En als ik er meer win, dan zal ik pas effectief aan een kamer beginnen. Maar het is gewoon al heel fijn dat ik al op zijn minst 1 kan zetten.